Ralf Makkebach is een ex-kindster. Hij won vroeger het Junior Songfestival met tapdansen en veel Sindsdien is hij opgenomen in de tombola van bekende Nederlanders. Hij danste al op het ijs, sprong al van een plank en daarna speelde hij een kleine Tarzan in de musical. Maar zoals elke gezonde jongeman, gamed Ralf ook nog eens. Zo kwam ik hem eerder al eens tegen bij de launchparty van Assassin's Creed 3. Maar mag jij Assassin's Creed al uitspelen? Waar ben jij? 17. Inmiddels is hij 18 en meerderjarig, dus het wordt tijd om zijn game room te beoordelen. That's life. En zijn we dan in het huis van Ralf Makkebach. En dit is een man, de enige echte Ralf. Prachtig huis, hoor. Dankjewel. Ja, vooral bedankt aan paps en mams natuurlijk. Het is niet van mij. Dus je bent eigenlijk nog wel even van plan om te blijven. Het zit hier ook wel lekker, hè? Ja, het is ook een hele fijne game room, denk ik. Goed, laat hem maar even zien dan. Ik ben heel benieuwd. Kijk eens aan. Zelfs twee stuk. Je hebt zijn dit nou echte rumble-stoelen? Ja, je kan ze aansluiten, alleen daar hadden we niet genoeg kabels voor. Oké, laten we dan beginnen met de grootte van Ralf zijn game room. 1, 2, 3, 4. 4 meter. 1, 2, 3. Nee, dit is wel pure game room. 12 vierkante meter. En dat geven we dan een 8 min. Ik zie dat jij al alles hebt uitgesteld. Yes. Dus kom erop met je gamecollectie. Laat me zien. Oké. Power Unlimited. Oké, maar je hebt dus Gamecube spellen, maar geen Gamecube en ook geen Wii meer. Nee, die heb ik niet meer helaas. Twilight Princess, Zelda, Mario Party 8 heb ik heel veel gespeeld met vrienden. Maar je bent dus echt een Zelda-fan? Ja, behoorlijk. Bam! Dit is het Hyrule Historia boek. Holy shit, dit is echt nerdy. Dit is fucking nerdy, ik kan er niks aan doen. Ik heb veel dezelfde spellen, heb ik echt gewoon een zwak voor. Ik vind die gewoon heel vet, ik kan er niks aan doen. 3DS, daar heb ik ook dezelfde spellen voor. Deze zit er nou in. Dat is Ocarina of Time 3D. Wat is dat? Luke's Crossbow Trainer? Links. Dat is ook eenzelfde spel en dat was een soort gimmick ding. Niks aan eigenlijk. Dat zijn allezelfde spellen, ik heb ze echt bijna allemaal. En ik zie daar Nintendo 64. Yes, Nintendo 64 spellen. GoldenEye, the one and only. Ja, die moet je hebben, hè, als je Nintendo 64 hebt. Ja, ik heb dus zoveel gespeeld vroeger. En met mijn broers altijd. Ik werd volledig ingemaakt, maar ik vond het zo leuk. Assassin's Creed 3. Vond ik heel vet. Just Dance. Ik heb hem nog niet zit heel veel. Zit je eigen nummer er ook in? Nee, die zit er niet in. jij bent van alle markten thuis, zie ik. Ik heb ook nog een paar Xbox 360 spellen staan, niet heel veel. Toch mis ik wel een beetje die current gen echt van de Xbox en de PlayStation 3. Maar ik ben wel onder de indruk van de Nintendo. Alles heb je eigenlijk, hè? Je hebt alles van Nintendo. Al heb je de GameCube verkocht. Ja. Ik geef jouw gamecollectie. 8. Je hebt de games, heb je een 8. Je hebt de grote, een 8 min. Maar wat is je uitrusting? Waar game je mee? Dit is de tv. Hoeveel inch? Dat weet ik niet. 3D? Nee. Boven Wii U, Nintendo 64 daarnaast. Heb ik hier de Xbox 360 staan. Een 3DS. En ik denk dat... Ja, en voor de rest een PC. Alleen die staat hier. Oké, jouw game-uitrusting. Ik ben wel onder de indruk van jouw 64 die je hebt staan. Wel heel tof. Ik mis toch de PlayStation 3, jongen. Sorry. Maar je hebt de Wii U en je hebt de Xbox. Laten we zeggen, jouw game-uitrusting. Een 7,5. Maar, Ralf, een game room is natuurlijk geen game room zonder dat je echt ultiem fantastisch mooi geluid hebt. En jij als zanger kan dat beamen natuurlijk. Dat kan ik heel goed beamen. Is dit maximaal? Nee, moet ik hem maximaal zetten? Oh.
geluid. Ja, dit is prima. Geluid geven gewoon een 8 punt. Ja, jezus. 8,5. Ik geef je geluid een 8,5. Oké, we hebben je uitrusting hebben we gecheckt. We weten welke games je speelt. De tv is in orde, maar... Ralf. Ja? Ik moet weten of het comfortabel is. Ralf, wat doe je me aan? Iedereen weet toch dat dit voor geen meter zit? Sorry, ik vind het wel fijn zitten. Waar is je relaxte Chesterfield bank? Die is er niet. Comfort geven we een 6,5. Ja, hier word ik niet vrolijk van. Sorry, man. Ik kan er niks anders van maken. Maar ik heb wel zin in een biertje. Dat kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stappen voor de koelkast. En heb je er ook een biertje in zitten? Ja, toppie knal. Ja, dit is prima voor elkaar hoor. 7 meter is ook goed. Op een gegeven moment moet je natuurlijk pissen als een reiger. Ja. Want dat bier moet ergens naartoe. Moet je ze uittellen? Ik wil ze uittellen. Oké. 1, 2, 13 en een half. 13 en een half? Ja. Niet goed? Nee, het is veel te lang. Je wil comfortabel moet je plassen. En dit is ook in de badkamer moet je ook nog weer een heel stuk lopen. Het is toch slecht over nagedacht. Ja, het is niet goed ingericht. Het is niet als een gamer ingericht. Nee. Uiteindelijk is hier nog wel overheen te stappen, mits we aan het gamen zijn. En het zonnetje komt tevoorschijn. Claire? Claire! Je ziet alleen maar de ramen. De ligging van de koelkast is prima. De wc valt een beetje tegen. Het duurt wel een beetje lang voordat je er echt bent. En dan heb je die Claire. Ja, die is onvergeeflijk. Die is echt onvergeeflijk. Ik gun het je van harte. Ik geef je een 7 op ligging. Nee, stop. Nee. Stop de camera's. Ik je woont in Best. Ik moet helemaal naar Best toe rijden om met jou te gamen. Ja, sorry. Het is Brabant. Dat is toch mooi, hè? Je hebt het net al even gezien. Gastpotentie. Ja. Het is niet een gezellige avond met 4 man. Dan moeten we iemand op zo'n gekke boomstam gaan zitten. Ja, ja klopt. Ja. Nou, oké, we kunnen het goed maken. Als jij een iemand bent waar je goed tegen kunt gamen, dan kan je een cijfer opkrikken. Dus we gaan nu het spelletje doen naar jouw keus. Wat wil je doen? Kan je een beetje Nintendo Land of niet? Intense vraag. Ik krijg mezelf een handpop. Ja. Holy shit, wat gebeurt er nou? Hoppa! Hoppa! In de lava! Hoppa! Woehoe! Ah! Er is nergens voor nodig, al dat gedaan natuurlijk. Fair and square. Eerlijk gewonnen, gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, ik geef gaspotentie van Ralf. Geef ik een... 8. Bedankt dat we te gast mochten zijn. We hebben het uitgerekend. Jouw game room krijgt een cijfer afgerond van. Wat denk je? 7,7. High five. Oké, hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Want dan zijn we bij Arie Komen. We'll be right back.